In 1622 kwam de schilder Frans Snijders en zijn echtgenote Margriet de Vos hier in de Keizerstraat wonen. Frans Snijders was op het toppunt van zijn carrière en hij koos ervoor om naast Nicolaas Rokox te wonen. En net zoals Rokox en zijn echtgenote hadden Frans en Margriet geen kinderen. Ze kochten een pand, een patricierspand, met een poort, een hof en een dubbele trapgevel, wat op enige stending leek. Verder weten we niet zoveel van het huis. Het moet vast en zeker groot genoeg geweest zijn om er zijn schildersatelier in onder te brengen. Een fortuinlijk huis en noemde daarom het huis de Fortuine. 10 jaar eerder huwde Frans Snijders met Margriet de Vos. Margriet was met haar vader en haar twee broers uit Hulst naar Antwerpen gekomen. Haar broers waren Paul de Vos en Cornelis de Vos. Paul, ook dierenschilder, met wie Frans later samengewerkt heeft. En Cornelis was een befaamd portrettenschilder. Frans en Margriet laten zich in 1621 door Antoon van Dijk schilderen. Antoon van Dijk was op dat moment nog zeer jong, 22 jaar, maar had al een grote faam. En hij kon die twee mensen ook zeer treffend vatten. En uit hun portret spreekt toch een grote bewondering voor die mensen uit. Maar een portret hoorde ook bij de status van een patricier. Niet alleen een mooie woning, maar ook een portret. Frans Snijders is in 1579 geboren hier in Antwerpen en gedoopt in de kathedraal. Zijn vader Jan Snijders had in het centrum van de stad een wijntaverne en een grote feestzaal die de Grote Bruiloftkamer heette. Daar moet vast en zeker ook een voorraadkamer bij geweest zijn, waar de voeding onversneden werd gepresenteerd en waar wellicht Frans Snijders zijn eerste inspiratie opgedaan heeft. In 1593 gaat Frans Snijders in de leer bij Pieter Beugel de Jonge. Later zal hij ook nog als leermeester Hendrik van Balen hebben. Maar veel belangrijker voor zijn carrière was Jan Breugel de Oude. Jan Breugel was eigenlijk zijn mentor. En net zoals Frans Snijders had Jan Breugel een zeer gericht oog voor details en beide konden ze zeer goed tactiel schilderen. Frans Snijders brengt een tijd door in Italië, in Rome en Milaan. Maar in 1609 keert hij definitief terug naar Antwerpen om zich daar dan te vestigen. In hetzelfde jaar wordt in Antwerpen 12-jarig bestand afgekondigd als een rustpauze in de 80-jarige oorlog. En dat betekent dat er meer ruimte komt voor kunst opnieuw. Nu, Antwerpen kan ook wel een boost gebruiken, want het gaat over zijn economie en zijn imago. En Frans Snijders speelt er eigenlijk heel handig op in. Hij gaat grote stillevens maken, de markttaferelen, met daarop een overvloed aan voedingswaren. Snijders was niet de eerste die zo'n schilderij creëerde. Je had bijvoorbeeld in de 16e eeuw al Joachim Beukelaar, een groot voorbeeld voor Snijders. En Beukelaar creëerde ook zo'n schilderij met een overvloed aan fruit, aan groente, aan vis, aan wild, aan vlees. Al de producten op de schilderij van Frans Snijders die kon je ook gewoon kopen natuurlijk. En dan als rijke burger bracht je die thuis onder in een voorraadkamer. Frans Snijders schilderde ook zo'n voorraadkamers. En dan had je bijvoorbeeld een schaal met daarop een kreeft en aan de muur hing dan wild. En Snijders voegt dan leuke details toe. Bijvoorbeeld in een hoek zit dan een kat die kijkt naar die kreeft. Zo creëerde hij humor, zo creëerde hij ook beweging en leven in die stillevens. Rond 1620 begint Frans Snijders met het schilderen van jachttaferelen, hertenjachten, everjachten. En hij doet daarvoor inspiratie op bij Peter Paul Rubens. En waar Rubens de mens, de jager, centraal stelt, zal Frans Snijders het dier centraal stellen. De twee leerden elkaar beter kennen, waardoor Peter Paul Rubens Frans Snijders op termijn ook gaat uitnodigen om dieren op zijn schilderijen te schilderen. Frans Snijders was namelijk zeer befaamd omdat hij de anatomie van dieren zo goed kende. Het vertrouwen tussen Frans Snijders en Peter Paul Rubens groeit en in 1636 krijgt Peter Paul Rubens de opdracht van de Spaanse koning Philips IV om 60 mythologische taferelen te schilderen voor zijn jachtpaviljoen, de Torre de la Parada, nabij Madrid. Peter Paul Rubens kan dat niet alleen en hij nodigt daarbij Cornelis de Vos, maar ook Frans Snijders en vele andere kunstenaars uit. Maar Frans Snijders heeft ook zijn kunde doorgegeven aan heel wat kunstenaars, onder wie Jan Feit. Jan Feit schilderde net zoals Frans Snijders prachtige vogelconcerten, maar ook andere kunstwerken. Frans Snijders' invloed is tot aan het begin van de 19e eeuw te voelen. Vooral het concept van de bloemen en van de fruitkorven
herkennen we in de vroege 19e-eeuwse schilderkunst.